Vandaag ondertekende wethouder Friso Douwstra, sectormanager wijkzaken Margreet Vogelsang en directeur Senan Hubanits van Stichting Werkplaats Oud-Oost een overeenkomst voor het uitvoeren van de pilot adoptie onderhoudswerkzaamheden door buurtbewoners. Het gaat om het onderhouden van verschillende groenvakken, het verwijderen van zwerfafval, het vegen van goten en parkeervakken en algemene schoonmaakactiviteiten. Wethouder Friso Douwstra vertelt over het nut van de ondertekening en over de stichting. Met die ondertekening hier laten we zien dat we als wethouder, of dat ik als wethouder en als college, vinden we ontzettend belangrijk om de mensen echt gewoon weer actief te krijgen in de maatschappij. We zijn hier in een hele mooie werkplaats, waar van laswerk tot boten achter mij een werk gedaan wordt. Maar nu binnenkort ook het groen onderhoud in de wijk. Door mensen met een stukje afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een verleden, wat we allemaal hebben. Maar werk gaat niet iedereen even makkelijk af, maar er zitten heel veel mensen gewoon talent. En dat talent komt echt naar boven in werkplaatsen als dit. En met dit soort projecten bieden we ook de mogelijkheid om die mensen dat gewoon in de samenleving in de wijk te laten doen. Daar draag ik heel graag aan bij. Als we kijken naar dit soort werkplaatsen, er werken veel vrijwilligers. Vindt de gemeente het ook belangrijk dat er mensen weer werk krijgen elders? Doet de gemeente daar ook actief iets aan? Nou, beide vragen is het antwoord ja. We vinden het heel belangrijk. En met mensen die echt een afstand hebben door de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld of geen opleiding, of omdat ze heel lang zonder werk hebben gezeten, is het gewoon heel goed dat ze ervaring krijgen. A, om zelf een ritme te krijgen, B, om ook aan te tonen, hey, ik heb niet de afgelopen jaren alleen op de bank gezeten, maar ik ben echt aan het werk gegaan. En daardoor ben ik ook echt weer interessant geworden in een bepaald arbeidsproces. En daar willen ze heel graag bij helpen. En dan komt die stap 2, dat is ook de allermoeilijkste stap. Vinden we als gemeente ook, vinden mensen ook, van hoe krijgen mensen dan toch echt ook naar een volbetaalde baan. Want dat heb je natuurlijk het liefst. En daarbij helpen we zeker. We hebben werkleertrajecten, we helpen mee naar onderwijs. We proberen continu van mijn collega op economische zaken tot en met de burgemeester te zoeken. Hey bedrijven, hoe kunnen jullie ook meehelpen? En soms met succes. En dat is heel mooi om te zien. En dat kan altijd meer en beter en daar werken we elke dag aan. U heeft u net al bij de kapper gezeten. Is de scheerbeurt goed bevallen? Ja, ik hoop dat het te zien is. De snor heb ik even laten staan. Die groeit toch niet zo hard bij mij. Maar ik ben heerlijk rondom geschoren. En dat vind ik een van die hele mooie voorbeelden. Een jonge man van mijn leeftijd met ook een zoon van 5. Die echt gewoon een nieuw leven aan het opbouwen is. Een kappersopleiding volgt. En hier in dit atelier, zo noem ik het maar, een eerste kapperszaak begonnen is. En in de toekomst zijn droom, dat vroeg ik ook, wat wil je doen? Nou, echt de eigen kapperszaken op eigen poten zetten. Ja, ik dacht van, nou, dat is geweldig. Nou, en dan zei hij van, lijkt het je wat op geschoren? Ik dacht, ja, tuurlijk, dat gaan we doen. Dus dat heb ik net gedaan. En nou, dat enthousiasme, dat straalt eraf. Dat straalt eraf bij Senan, met wie u ook net gesproken heeft. De leidinggevende in deze organisatie. Ja, dat moet je gewoon aanmoedigen. En dat maakt mensen blij en mij ook. Senan Hubanits legt ons uit wat voor stichting het is. Ik ben sociaal werker van wijkteam Oud-Oost en ik ben coördinator van de werkplaats. Naast mij is begeleider Alpha en Omega van de werkplaats, Albert Ronner. En nou, wij proberen hier heel veel mensen te bedienen eigenlijk. Wij noemen ons een soort zelfvertrouwenfabriek. Dus mensen komen naar ons toe en door middel van, het is maar middel, dat mensen dan verder kunnen komen. En hier kunnen ze heel veel leren. We zijn bezig met metaal, houtbewerking, fietsen, kapper, noem maar op. Heel veel klusjes doen we dan buiten de werkplaats. Gaan we naar de mensen toe, mensen die het niet zelf kunnen. Doen wij het onderhouden van voor- en achtertuinen. Plaatsen weer rookmelders, doen we kleine klusjes bij mensen thuis. Inbraakstrips. Noem maar op. Er zijn heel veel dingen waar we mee bezig zijn. We zitten nu met... Ik denk dat we alles doen, behalve schilderen, behangen, laminaat leggen, vloerbedekking leggen, dat dan weer niet. Maar voor de rest schilderijtje ophangen, bel maar, dan komen we ook langs. Wat betekent deze ondertekening vandaag voor deze organisatie? Deze ondertekening betekent voor ons veel meer opdrachten waar veel mensen aan kunnen werken. Voor ons is het zo'n eerste grote opdracht in samenwerking met de gemeente. Met de gemeente hebben we uitstekende relatie en samenwerkingverbanden. En daar gaan we dat, hebben we hele flitszone geadopteerd. En dan krijgen we wat geld voor en dan kunnen we mensen dan vrijwilligersvergoedingen voor geven, wat gereedschappen voor ons. En zo gaan we dan verder groeien, we een werkplaats verder door ontwikkelen.
Ik heb ook gehoord dat er eventueel een verhuizing op plan staat. Is er al bekend waar het dan gaat gebeuren? Ja, dat is nog niet helemaal bekend. Er zijn nog wat opties. We willen wel heel graag naar wat grotere pand. Naar een pand wat meer mogelijkheden biedt. Zodat we dan vanuit Oud-Oost verder naar stedelijk, om zomaar te noemen, gaan. En dat we dan nog veel meer mensen bij ons kunnen krijgen. Ik heb ook gehoord dat er zijn heel veel vrijwilligers bij betrokken. Hebben jullie daar een vaste groep voor? Of? Nee, er zit hier al een vaste groep aan vrijwilligers. En dat roleert ook wel. En de ene blijft wat langer dan de ander. Maar ik denk dat hier zitten wel jongens bij die zijn hier nog langer dan mij. En ik zit hier nu 3-4 jaar of zo. Dus ik denk dat Avalon die zit hier sowieso al vanaf het begin aan. Ja, heel veel. Dus, maar ja, het roleert wel. Heeft u nog iets laatst wat u zou willen zeggen? Nee, jullie ook bedankt. En ik zou zeggen, volg maar ons. En dan komen wij met geweldige projecten en opdrachten voor de mensen. Hilde van der Iest geeft aan wat het belang is van het project. Kunt u aangeven wat er allemaal precies nodig is om zo'n project vorm te geven? Zodat het wordt zoals het nu is. Nou, het is vaak wel redelijk complex. Meestal krijgen we een signaal binnen vanuit de buurt en vanuit de buitendienst. Hè. Dat zijn dan de mensen die aangeven van we hebben een bewonersorganisatie of een sociaal wijkteam of een wijkvereniging die graag iets wil oppakken. En dan gaan we echt samen met de buitendienst gaan we puzzelen van wat voor onderwerpen vallen er allemaal onder. Hè, zwerfafval is vaak eentje, groen onderhoud is vaak eentje. Nou, zo zijn er allerlei stukken die je echt kan toevoegen. En dan maken we dan een totaalpakket van met begeleiding erbij. En dan komt er een totale opdracht en een overeenkomst. En zo wordt het allemaal geregeld. Ja, uiteindelijk landt dat dus in zo'n ondertekening die we hier net hebben gehad. Waarom is deze ondertekening zo belangrijk voor dit soort organisaties? Ja, voor dit soort organisaties geeft het echt aan van dat ze op de kaart staan. Dat ze gewoon onderdeel zijn van het hele proces van het bijdragen aan de stad. Het op orde houden van de stad. Hè. Want dat doen we natuurlijk op allerlei vlakken. Met aannemers, met een buitendienst, met woningbouwverenigingen en met Scrap en met Wij Werkt. Allerlei organisaties draaien mee. En zij draaien nu ook gewoon mee in het totaalpakket. Ja. Is dit de eerste keer dat er zo'n convenant zeg maar, getekend is? Nee, we hebben er al bijna totaal 10, denk ik. Met allemaal op verschillende niveaus. We hebben bijvoorbeeld wijkvereniging Bilgaard, bewonersbedrijf Heegtep Schieringen, de Wielenpol, Dorpstuin. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is gewoon heel leuk. De pilot loopt van 1 juni 2007 tot 1 januari 2019. Het project wordt 4 dagen per week uitgevoerd door een team van 8 tot 10 buurtbewoners en een begeleider van de stichting. Voor de uitvoering ontvangt de Stichting Werkplaats Oud-Oost een bedrag van €13.000 en een eenmalige bijdrage van €3.500 voor de aanschaf van materiaal.